De Wereld Hartdag wordt op 29 september gevierd. Op die dag wordt er dus extra aandacht besteed aan de hart- en vaatziekten. Evenals in de wereld zijn deze ziekten ook de grootste doodsoorzaak in Suriname. Volgens de huisarts Lisbeth Berggraaf is het algemeen bekend dat er nog enorm veel mensen aan hart- en vaatziekten doodgaan. En dat weten we. Mensen krijgen hartinfarctus, mensen krijgen beroertes, mensen hebben last van hun bloedvaten. Dat is een vrij bekend probleem in Suriname. Zeker als we kijken naar de grotere ziekenhuizen, de hartafdeling, de hartbewaking, de dialyse, de nierdialyse. Dat zijn ook allemaal zaken die te maken hebben met hart- en vaatziekten. Dat komt erg veel voor. En welke zijn de risicofactoren die leiden tot dergelijke ziekten? Ik denk dat een van de grootste risicofactoren is eigenlijk wat we noemen de hoge bloeddruk. Suikerziekte, wat daar een gevolg van is soms. Mensen die roken, mensen met alcoholgebruik. Mensen die een inactief leven hebben, dus een zittend beroep, niet sporten, eigenlijk de hele dag voor de televisie zitten of games spelen, dat soort dingen. Dat zijn de grootste oorzaken die leiden tot, belangrijk ding, overgewicht. En overgewicht leidt weer tot hart- en vaatziekten. De voorlichting over deze ziekten is volgens Berggraaf absoluut niet genoeg. Mensen snappen namelijk niet dat indien je een chronische ziekte hebt, je de rest van je leven onder controle moet blijven. Dat stukje bewustwording moet hen nog worden bijgebracht, zegt de huisarts. Moet ik natuurlijk toegeven hoor, bewustwording is niet zo'n makkelijk ding. Dat moet je meenemen in je systeem om daar iets mee te gaan doen. En ik denk dat we daar nog heel veel werk hebben. U bent ook voorzitter van de diabetesvereniging. Ziet u daar, zeg maar, onder de diabetes, een toename van het aantal diabetes en als gevolg daarvan ook een toename van hart- en vaatziekten? Even een correctie hoor. We hebben inderdaad een diabetesvereniging. Dat is een patiëntenvereniging en daar ben ik niet de voorzitter van. Dat is dus een andere groep. Ik ben even de naam van de voorzitter kwijt, maar dat is dus een andere groep. Ik ben voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie. Dat is een hele oude stichting die zich eigenlijk echt bezighoudt met awareness. Dat is dus geen patiëntenvereniging. En wij hebben ons eigenlijk een beetje druk gemaakt over inderdaad die groei van die diabetes. En uiteindelijk heeft dat gemond in een andere organisatie samen met het ministerie van Volksgezondheid, namelijk de One Stop Shop, waar we ons echt bezighouden met diabetes. En helaas, ook daar moeten we zeggen dat het schrik toeneemt. Volgens Berggraaf is dit zorgwekkend, want dit betekent dat de kosten die hiermee gepaard gaan steeds toenemen. Ook de consequenties van diabetes nemen toe, zoals het aantal dialyses, de amputaties en de hart- en vaatziekten. Samen met de specialisten probeert de one-stop-shop de patiënten te begeleiden voor de rest van hun leven. Belangrijk is dat ze zelf er alles aan moeten doen om gezond te blijven. Gebleken is namelijk dat de leefstijl steeds slechter wordt en daardoor de leeftijd van diabetespatiënten steeds lager wordt.